gaat u naar het volgende schetsje. Wat belangrijk is, dat als u nog niet bij het volgende schetsje bent, of u bent nog niet aan uw kilometers, dan geldt de algemene regel: doorgaand verkeer nemen, weg vervolgen of de hoofdweg nemen. Er staan ook wat voorbeelden afgebeeld in uw routeboek. En dus daar moet u niet zenuwachtig voor worden. Het kan ook een rotonde zijn. Gaat u gewoon, als er niks verder staat, gaat u de rotonde voorbij en rechtdoor. En anders staat er bij. Overigens kunt u ook Maarten. Maarten heeft het al niet helemaal door. Vandaar, en heeft ook een professionele navigator. Tweede gedeelte. Kijk, we hebben New Motion. Die komt ook alweer hier met het beste advies. Er zijn hele jonge deelnemers. Wauw, hallo. Je bent er vroeg bij. Ja, is die weer gerepareerd? Ja, hij doet het weer. Oké, hoeveel was de schade? Zeg ik niet, heel veel. Sheila had een klein schadetje, 20.000 euro. Oké, Adlon is de sponsor, maar ik ben ook van Leaseplan. Hoeveel kilometer heb je gereden nu? 15.000. En is er al veel kapot gegaan? Nog niks. Nog niks. Tevreden? Zeer tevreden. Okay. Nog leuke applicaties gemaakt? Ja. Wat? Voor een start-up. Oh, maar niet voor Tesla? Nee. Ah, oh, man. Hoeveel kilometer gereden? Bijna 10. Vandaag 10. 10.000 kilometer. Ja. Oké, ik 40. Over het algemeen zien we allemaal mannen hier zeg maar naar buiten komen. Maar er zijn ook een aantal vrouwen. Waarom ben jij met de Tesla begonnen? Vanwege de enorme subsidieregeling. Je kon gewoon niet nee zeggen? Nee. Oké, en nu je hem hebt, wat vind je ervan? Heerlijk. Ik ben echt zo ontzettend blij mee. Vooral van het 0 naar 100 in 4 seconden. Dat, ben jij zo iemand die dat leuk vindt? Heerlijk, ja. Je ziet meteen ook de energiepeil meteen zakken. Maar ja, dat is een kwestie van... Even opladen, dan gaan we weer. Succes. Kijk, wraps zijn hartstikke leuk. En hier zie je dus echt mat zwart. En dat is van Rallyhuis, Raadhuis. Ja. 100% pure energie. 100% pure energie. Hartstikke duurzaam. Wat is Raadhuis? Wij zijn een duurzaam energiebedrijf. Wij maken weer stroom met wind en met zon. Hartstikke en daar rijden we op. Raadhuis. Ja. Raadhuis.nl. Ja. Ja. Kijk, en dit is wel de een meest amazing rap die er eigenlijk is. Daar zag ik van wauw. En ik dacht dat van een vrouw was. Maar het schijnt een actrice te zijn die er nu in rijdt. Hoe heet die actrice? Floortje. Dessink. Floortje Dessink rijdt er nu in, maar het is niet haar auto. Dat had ik wel erg leuk gevonden als een vrouw dit gewoon als statement had gemaakt. Maar toch leuk. Fantastisch, jongens. Oké, nou, we hebben dus Floortje gearriveerd en die gaat dus in haar... Tesla van vandaag rijden. Altijd gedroomd. Floortje, waar rij je normaal in? In een oude eend rij ik. In een oude eend? Ja. Een elektrische eend. En ze krijgt een kleine upgrade naar een elektrische eend? Ik rij in huurauto's, serieus. Wat? Ik rij in huurauto's. Ik heb zelf geen auto's, echt waar. Je hebt geen auto's? Nee. Oké, en hoe kwam je nou bij deze Tesla terecht? Omdat Just Dig It. Ja. Daar rij ik voor. Ja. Die maken, zeg maar, heel simplistisch gezegd, vergroenen die de aarde weer. En toen kreeg ik de eer om in deze auto vandaag te mogen rijden. We gaan zien hoe je het redt. Dankjewel. Just dig it, guys. Kijk, en hier begon het dus mee. De Tesla Roadster, 150.000 euro. En ja, leuk voor twee personen. En dit was eigenlijk om ervaring op te doen met het maken van elektrische auto's. Daarna gingen ze naar de Model S voor 67.000 euro. En de volgende versie, de generatie 3, gaat 35.000 euro kosten. Maar dit was wel de auto die eigenlijk gewoon iedereen inspireerde. Als je daar eenmaal in had gezeten, dan wist je dat elektrisch rijden niet flauw is. Hier zie je een mooie matte wrap trouwens. En mocht je nog willen weten waar je laadkabels kunt kopen, laadkabelwinkel.nl. Die standaardkabel is 4 meter, maar ik ga naar... Hey, wat kost de laadkabel, de goedkoopste laadkabel bij jullie? Tussen de 250 en de 400 euro. Tussen de 250 en 400 euro, afhankelijk van de lengte. Oké. En ook België is goed vertegenwoordigd. Met de mooie zwarte, de donkerrode, de lichtrode die ik ook heb. Iedereen is lekker aan het opladen. Ik ben zelf ook weer helemaal opgeladen. Dus ik heb weer 400 kilometer, dus ik kan weer echt prima overal heen. Toch blijft het mooi om te zien 100 van deze autootjes bij elkaar. 1, 2 vrouwen en een roadster, ook mooi. Kijk, en hier begon het mee, de roadster.
De Roadster. 2500 van gemaakt en een oranje hier in Nederland met twee mooie vrouwen erin. Ja, wat wil je nog meer? Van wie is die? Dat is van de familie Hartog Heemskerk. De familie Hartog Heemskerk. En wat is dat? Dat is een familie, hè? Een meneer en een mevrouw. Oké. Okay. Is hij van jou? Of is hij... Hij is ook van mij. Ja. Hij is Ik ben van de Heemskerk variant van die Je familie. Bent van de Heemskerk variant. Maar rij je er zelf normaal in? Of alleen maar ja, voor de rally? Ja, we hebben hem net. Maar het is wel mijn autootje. Oh, hij is net. Je hebt hem net gekocht? Ja. Ja, oh, ja, oké. Okay. En waarom deze? Een week op kenteken. Ja, dus toch geen leukere? Leuke werk. Net een week. Pak die meneer. Zo, en hier hebben we weer kinderen. Ga je ook meedoen aan de rally? Nee, hè? Nee? Ik zal even bij de giraf kijken, toch? Je hebt wel een Tesla. Ja. Maar je gaat niet mee rijden? Nee. Toevallig in de buurt? Woon in de buurt. Oké, okay, even kijken. Maar waar ga je vandaag heen? Dadelijk naar huis en straks naar de Beekse Bergen. Kijk, de Beekse Bergen. Dat is wel wat anders dan rally. Dat is voor kinderen natuurlijk veel leuker. Heb je dan ruimte genoeg voor de tasjes? In de Roadster. Ja, en wat doet dan een trotse eigenaar? Die gaat gewoon nog even... Even poetsen. Nou ja. Hé, waarom doe je dit? Ja, er valt een vogel op gezeten. Och. Je moet een beetje de zorg verdragen, hè? Perfectionisten. Die... Kijk, nou al die kleuren, we allemaal heel leuk. Maar de mooiste is natuurlijk wel weer Signature Rood. En vooral... Hij is van de gemeente Borstel. Als je dan ziet wie erin zit. Kijk. En natuurlijk hebben we gewoon de best mogelijke... Nu wordt hier Alexander nu omgebouwd. De drone. Elektrische sloep. Leuk. En iedereen zit er Maarten alle innovaties te vertellen. Maar wie navigeert er? Ja, zeker. Zo, wie navigeert er bij jullie? Ja, ik natuurlijk. Oké, okay, de brein zit gewoon zeg maar aan deze kant. Heb je een beetje een idee waar je naartoe moet? Ja, ja, ja. Staat er allemaal bij. Dus oké, okay. Nou, we gaan kijken of het lukt. Het idee was dat dit auto's zijn die meer dan 250 kilo moeten rijden. En hier heb je dan 250 kilo. Dit is de Renault Zoe. Een fantastisch autootje, mag ik wel zeggen. Ik heb er een week in gereden. En jullie kunnen dus nu meer dan 250 kilometer, dat red je wel? Ja, met bergafwaarts wind mee. Ja. Hey, we gaan er tussendoor bijladen. Waar ga je laden? Bij de Beekse Bergen. Bij de Beekse Bergen. Ja. En hoe lang heb je dan nodig om op te laden? Er zijn 11 kilowattuur, dus als we een beetje bij moeten laden, dan zal die binnen anderhalf uur. Zeker wel 80% vol zijn. Oké, ja. Okay, ja. Dat is echt een, het rijdt gewoon fantastisch hier zo. Ja, even een vraagje, hoe bevalt het Zoe? Fantastisch. Ja? Ja. Hoe lang heb je hem al? Nu ruim een jaar. Ja, maar ja. En hoeveel mee gereden? 30.000 kilometer. 30.000 kilometer, ja. Dus het doet serieus werk. En je hebt al helemaal geleerd hoe je ermee om moet gaan? Ja. Veel precaire situaties gehad? Helemaal geen. Hele tevreden rijden. Hey, wat is nou de effectieve range van die Zoe? Wat kun je ermee rijden? Echt goed, 160 kilometer. 160 kilometer. Ja. En dan heb je ook nog gewoon van deze heftige banden, zeg maar. Die mooie banden, wat scheelt dat? Dat scheelt ongeveer 20 kilometer ten overstaan van de 15 inch. Dus je zou 180 kunnen doen? Dat zou kunnen, ja. Oké, okay. Nou, dan zit je toch aardig in de buurt met die Zoe. Een dapper autootje. Hans Scholtens is elektrisch rijder van het eerste uur. Had een zelfgemaakte, toen een Nissan Leaf en nu een Tesla. Maar denk maar niet dat hij tevreden is. Hans, wat was jouw eerste auto? Mijn eerste auto, elektrische auto, dat was een eigen gebouwde Smart. Oké, okay. Toen de Nissan Leaf. Een Nissan Leaf, Renault Kangoo, elektrisch, hebben we nog steeds. Ja. En sinds december een Tesla. Ja, en je bent nog niet tevreden met die Tesla, nee. Wat markeert eraan? Nou ja, na 50 kilometer, toen hield mijn vriendin het al voor gezien. Die zegt van, ik krijg kramp in deze auto. Dus ja, er was maar één ding mogelijk. En dat was iets aan die stoelen doen in de Tesla. Okay. Nou ben ik gelukkig stoelexpert. Dus we hebben een compleet nieuwe stoel ontwikkeld. Een compleet nieuwe stoel ontwikkeld. De hele zitting is compleet opnieuw ontworpen eigenlijk. Dus het zijn mechanisch dezelfde stoelen? Ja, ja, ja. Maar je hebt er een nieuwe wrap omheen gedaan? Compleet nieuwe zitting hebben we gemaakt eigenlijk. Helemaal nieuw model zitting. Nieuw model leren hoest eromheen. Nou, en echt geoptimaliseerd. Echt. Nou, en nu zit ik even de stoel uit te proberen. En mensen schijnen last te hebben van hun rug. Ik heb dat zelf nog niet gehad. Maar... Nou, je ziet er mooi uit, maar ik voel er niet zo'n verschil in. Hé, hey Hans, jij weet iets van stoelen. Ja, dat is mijn vak. Wat is hier nou anders? Dus ik heb dat hier. Wat is het voordeel van deze stoel? Nou, het grote probleem was, heel veel mensen krijgen toch last van hun rug en merken dat de zitting onvoldoende steun biedt aan de benen.
En dat komt omdat de zitting bijvoorbeeld aan de voorzijde onvoldoende omhoog gesteld kan worden. Dus we hebben ervoor gezorgd dat de stoel aan de voorzijde omhoog hoger kan. Zodat je over ook de zijflanken van de stoel hebben we naar voren doorgetrokken. Zodat je ook in een snelle bocht meer zijwaartse steun hebt. En we hebben aan de achterzijde van de zitting hebben we er een speciale wig in gezet. Waardoor eigenlijk je heup een beetje omhoog wordt gekanteld. Waardoor je minder druk vanuit de rug hebt. Ja, het is een heel technisch verhaal. Hey, maar wat kost dat ombouwen van die stoelen? Nou, dat gaat gebeuren door de firma Ellermeyer. Die kan dat nu aanbieden als een complete product. Ja. En zij zijn... En dat kost? Dat kost €750 ex BTW per stoel. Dank je. Ik heb al bakken met mensen erin laten rijden. Ik denk 1000 stuks. Maar wat ik wel leuk vond, een van de eerste die erin reed was BioDirect. De broertjes van BioDirect. En die zei, ja, we zijn enthousiast, we gaan iets doen. Daar geloof ik niks van. Ernst, jij bent de buyer, de inkoper van BioDirect. Hoe heb je hem gekocht? Gewoon online. Klik, klik. Ja, klik, klik en klaar. Ja, ja. Was je nou nog nooit zo snel geld uitgegeven. Nog nooit zo snel geld uitgegeven. En je hebt hem gisteren opgehaald, hè? Ja. Ja, hoe vond je het proces? Ja, ik heb 1,5 uur les gehad, met z'n tweeën. En dat was heel gezellig. Dat was heel gezellig. En toen kon je hem nog terugrijden, ging dat nog een beetje, dat terugrijden? Het terugrijden ging heel hard, ga ik je vertellen. En dan nu alles meteen... ingehaald op de ringweg. En ja. Toen, tafels thuis geborreld met vrienden en rondjes gereden. Ja, heerlijk hè? Ja. Nou, succes met de rally. Kijk, en een van de rally-medewerkers die echt gewoon auto's... Die zorgt dat echt iedereen met een grote boog eromheen moet, is natuurlijk gewoon de elektrische verhuisauto. Die doet ook met de rally. Die kan ook gewoon meer dan 200 kilometer. Erg cool. Zo, alles wordt enorm goed geregistreerd hier bij de charge. De Belgen gaan weg. Er staan nog 50 mensen achteraan. En we gaan kijken hoe snel ze aankomen. Go, go, go. Je hebt hier toch wel een beetje het idee dat de Tesla een beetje een allemansauto is. Honderden van die Tesla's is toch wel gewoon heel bijzonder. En Oosterhout heeft ook voor gewone auto's een lader. Maar dat is een hele bijzondere, dat zijn de Nissan-laders. En die zijn dus, die werken dus helaas niet. Die zijn zo onbetrouwbaar. De snelladers geleverd door Nissan, die zijn out of place. Hoe lang hebben we deze ellendige snelladers die gratis geleverd zijn door Nissan en niet werken en eigenlijk erger waren... Hoe lang hebben we die nog? Nog een paar maanden en dan hebben we eindelijk werkende. En dan worden het ABB's? Nee. Wat dan? Ik ga het niet vertellen, maar geen Nissans meer. Oké, geen Nissans. Ze gaan weg en er komt iets werkends. Ja. Kijk, dit geeft toch ook wel een gevoel. Bij verhuizen, dat je daar het elektrisch kunt doen, dat geeft een fantastisch gevoel. Hé, hoe ver mag ik verhuizen met die auto van jou? Jij mag met ons 250 kilometer ver verhuizen. 250 kilometer. En hoe lang is het opladen? Zit een snellader op. In 4,5 uur zit hij helemaal vol. 200 kilowattuur. Oké. En hoe vind je het vergeleken met een gewone verhuisauto? We hebben geen gewone verhuisauto's meer. Dit is de toekomst. Weg ermee.